Eens even zien. We hebben hier ook jonge spreeuwen. Volgens mij 3 of 4. Het leek een goed jaar te worden voor de steenuilen. In het vroege voorjaar vindt de steenuilenwerkgroep in Uffelte meer dan 70 roepende vogels. Deze week controleren ze de nestkasten om te zien of de vogels ook daadwerkelijk broeden. Nou, Erwin, opletten. We gaan even kijken wat hier... Hier zitten wel wat in. Ik heb 2 uiltjes. Oké, dit mannetje. Dit staat niet op het nest. Auw. Deze is geringd. Ja, dit is op het nest. Ja, ga ik deze drinknummer even aflezen? Ja. Dit is de 3.804. 804.433. Wij zijn nu bezig met de eicontrole van de steenuilen. Puur omdat wij in het verleden deden we dat nooit. In het verleden gingen we enkel alleen maar jonge controle ringen en dan in het najaar schoonmaken. Maar omdat wij heel veel last hebben van de steenmatter in het gebied, hebben wij besloten om ook de eicontrole erbij te gaan pakken. En omdat een steenuil niet verstoringsgevoelig is op eieren, kan dat ook. Gisteravond hadden we een eindje verderop hadden we 3 nesten. Eentje met, of 2 met eieren. Eentje was nog gewoon. Er zaten 2 volwassen uilen in de kast, maar geen eieren. Oh. Dus ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar nee. Het is minder dan afgelopen jaar. En dat is ook afhankelijk van het weer wat we gehad hebben. We zijn in januari, februari zijn we op pad geweest. Met de geluidsinventarisatie voor de steenuil. En we hebben inderdaad veel territoria aangetroffen. En ja, het is nu dus door die koude periode die we erachteraan gehad hebben. Waarschijnlijk inklappen van de muizenstand. En van het voedsel wat achteraf, ja. En dus nu, het valt iets minder, iets tegen zeg maar, dan we verwacht hadden. Als je er 1 keer mee besmet bent en je hebt 1 keer die gele ogen gezien, dan kom je er niet meer vanaf. Dan blijf je gewoon meehelpen tot je het niet meer kan, zeg maar.